California. I still don't know where she went. Hope she didn't. It's so bitter. She left another makeup man. Oh, you never get her corner, cause she never fell in love. You'd fall deep into a touch. She was deep undercover. Oh, Walk, never alone. Use specific wine, we never dance alone. Oh, no, I am innocent, of course. Officer, this is the truth, she just let me alone. She just let me alone. I love it when she goes. Don't ever get too close. I don't need this alone. She just let me alone. Thanks, buddy. Wie ben je? Mijn naam is Jefferson. Ik ben 22 jaar. Ik woon in Amsterdam, maar kom uit Breda. Ja, hey. Wat doe je in het dagelijks leven, Jefferson? Ik maak mijn eigen kleding. En ik zit op de toneelschool van Amsterdam, Kleinkunstacademie. En ik heb heel veel leuke vrienden om muziek mee te maken. Zoals die guy daar. Super. Wie is die guy? Dat is Thomas. Thomas! Ja. Hij heeft het nummer gemaakt. Oh, hij heeft dit liedje gemaakt? Ja. Oh, zo, okay. Zo vet, man. Yeah. Lekker, Thomas. Hey, Jefferson, maar je geniet echt ervan, hè? Ja. Was leuk om te doen, ja. Wat zou je willen leren? Ik denk dat ik vooral beter wil worden in hier staan en hier meer focus hebben. Mijn stem heeft zeker nog heel veel dingen om aan te werken. Ik denk dat ik performance-wise echt nog veel meer eruit kan halen. En gewoon nog meer genieten, nog meer vrienden maken. Dat wil ik eruit halen. Ja. Wat ik je zou willen bieden, is vooral wat je hebt wat anderen niet hebben. Is dat je heel veelzijdig bent. En daar zou ik gewoon optimaal gebruik van willen maken. Dat je vooral ook echt veel lol hebt. Maar ook, ik denk dat je toch ook een keertje zou kunnen verrassen door dus gewoon iets gevoeligs te doen wat niet per se een feestje hoeft te zijn. Dat is focus. Ik snap dat je het nodig hebt, maar misschien is dat voor later en moet je nu vooral even uitgaan van je eigen kracht en dat je juist heel veel verschillende dingen kunt. Dus ja, voel je vrij om bij mij te komen en dat aan te gaan, man. Dank je wel. Ja, Jefferson, ik vind het super jammer dat ik geblokt ben. Ik had je heel graag willen coachen. Ik vind je fantastisch, je doet hartstikke goed, fijne stem. Als ik jou was, zou ik voor Glennis gaan. Dat meen ik. I mean it. Ik denk dat je daar het beste op je plek zit. Wat heb jij een te gekke energie, zeg. En dat voelde ik al toen ik nog niet omgedraaid was. Dat vond ik zo fijn. Dus ik was zo nieuwsgierig naar hoe je eruit zou zien. En toen klopte het plaatje ook helemaal. Met je stem erbij. Ja man, ik denk dat jij rete creatief bent en precies weet wat je wilt. Ik kan dat alleen maar hoger opbrengen. Dus alsjeblieft, kies voor mij, alsjeblieft. Echt man. Super cool. Dank je wel. We zitten omgedraaid. Het eerste wat ik hoor is hey, hier staat iemand die gewoon vrij is in zijn geest. Ja. Die de dingen anders beleeft, de kleuren anders ziet, de geuren anders ruikt, noem het allemaal maar op. En dat blijkt op het moment dat ik omdraaide. En ik zag dat Anouk al omgedraaid zat en ik dacht, ja, die gaat deze weg kapen. Dus ik hoop absoluut dat je voor mij kiest. En niet voor Glennis, niet voor Ali. Maar het is helemaal aan jou. Jij mag het bepalen. Ik had niet gedacht dat ik zo zou twijfelen als ik hier zou staan. Omdat ik gewoon echt wel enorm gecharmeerd ben dat jullie allemaal gewoon gedraaid zijn. Ik denk. Ah,